een vlucht van KLM van Amsterdam naar Peking in China. Is een Chinese passagier volledig de weg kwijtgeraakt. Is met een mes of met een gebroken glas. Daar lopen de getuigenissen over uiteen. Ja, is in de aanval gegaan, heeft passagiers lastig gevallen. Er is zelfs een bemanningslid die deze passagier onder controle wilde houden gestoken. Die is licht gewond geraakt, vermoedelijk de co-piloot, die kwam helpen. En uiteindelijk is deze aanlokmaker overmeesterd door bemanning en passagiers en in de boeien geslagen. En bij aankomst in Peking door de politie, 15 man sterk, zeggen ooggetuigen, van boord gehaald. Nou, de KLM bezweert dat het geen terroristische daad is. Het zou echt om een verwarde man gaan, dus een geestelijk gestoorde man, een gek. Maar ik heb ook begrepen dat er behoorlijk paniek was in dit vliegtuig. Want heel veel passagiers die hoorden wel van alles en dachten natuurlijk ook al snel aan een terreurdaad. Maar dat is het dus niet, benadrukt KLM.